Ik ben Lisa Slotman. Ik ben directeur van het regieorgaan SIA. SIA is een onderdeel van NWO. NWO staat voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de grootste onderzoeksfinancier in Nederland. En daarbinnen hebben wij de taak om specifiek het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren. Straks is nu is voor ons het veranderprogramma, waarmee wij invulling geven aan onze strategische opdracht het praktijkgericht onderzoek te vernieuwen. Dat leidt tot een grote hoeveelheid nieuwe activiteiten. Dat doet een groot beroep op de organisatie, maar ook op onze omgeving. Straks is nu stelt ons in staat om vanuit een duidelijk beeld van de toekomst de organisatie en de omgeving mee te krijgen, zodanig dat wij onze opdracht waarmaken. Ik denk dat Erik zijn belangrijkste kwaliteit is goed te luisteren. Goed te luisteren naar de opdrachtgever, maar ook naar de rest van de organisatie. En dat luisteren ook meteen te vertalen in acties. En ook het vastleggen van acties. En vervolgens goed kijken van wat er nodig is, wat de prioriteit heeft, om iedereen daarin mee te krijgen. En dan vervolgens mij ook natuurlijk weer in mijn rol terug te duwen als de eindverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat alles netjes gestroomlijnd wordt. En ja, aan het eind van de rit ook het bestuur mee te krijgen. En want het is een uitdagende opdracht, zoals ik eerder zei. En ook het bestuur heeft daar heel erg duidelijk behoefte aan dat er concrete voortgang geboekt wordt. En dat de medewerkers daar plezier in hebben en tevreden zijn. De gedragsgestuurde verandering past goed bij SIA. Het praktijkgericht onderzoek gaat ook heel sterk uit van veranderingen, vernieuwing. Verandering in de praktijk, verandering in het onderwijs. Hoe past het bij SIA? Het past heel erg ook bij mijn eigen persoonlijke overtuiging. Namelijk dat een verandering gaat om het vervangen van ongewenst gedrag wat niet past bij de gewenste veranderingsrichting door gewenst gedrag. En om dat te realiseren heb je aandacht nodig en actie. En die combinatie van aandacht en actie zorgt ervoor dat inderdaad het nieuwe gedrag zich bij iedereen gestalte krijgt, inclusief bij mij als directeur, die natuurlijk ook gewoon met deze verandering mee moet gaan. Naar mijn idee moet elke organisatie een aanpak kiezen die past bij de strategie en de cultuur van de organisatie. In ieder geval voor een organisatie die gewoon daadwerkelijke verandering wil bewerkstelligen, waarin de medewerkers ook echt in meegaan. En waar ze ook daadwerkelijk betrokken zijn bij het vormgeven van een nieuwe organisatie, vind ik deze organisatie prima of deze aanpak prima werken. Er zit wel één groot nadeel aan, namelijk je weet zelf, ook als directeur, dat het ook heel veel van jezelf vergt, tijd en aandacht. En dat je aan het eind van de rit ook anders uitkomt dan je erin gegaan bent.